Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kalijn Tjekkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi bloemstuk maken. Dus heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties. En bij de 5000 abonnees waar we bijna op zitten, komt er een hele gave winactie aan. Dus wil je dat niet missen, abonneer dan even gratis. Daarnaast help je mij ook nog eens groeien. Dus dat zou ik echt super tof vinden. En je zorgt ervoor dat ik dit soort video's kan blijven maken. Dat is heel erg leuk. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. En we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Vandaag maken we een bloemstuk wat zowel waarbij we de ondergrond zelf maken als het bloemstuk zelf. Dus dat is heel erg leuk. Ik gebruik daarvoor een Tempex bol. En ik heb leuke wol in een lavendel kleurtje. Heel erg mooi kleurtje, heel mooi zacht van kleur. En wat we gaan doen is de buitenkant bekleden met dit bol. En ik begin vanuit het middelste punt en dan wikkel ik hem als het ware omheen. Ik gebruik daarvoor warm lijm, maar niet dat de lijm te warm is. Dus ik hou even de stekker eruit, omdat je dan anders in de tempex brandt. Dat wil je natuurlijk niet, dat het smelt. Ik doe de eerste kladder er even op. En dan hou ik hem even goed vast, dat hij even goed aandroogt. Ben, dat je de zijkanten helemaal hebt gedaan, dan werk je hem nog even iets verder naar binnen. Dus de bovenkant werk je ook netjes weg. Uiteindelijk knip je gewoon af en je zorgt eventjes dat alles goed en mooi vast zit. En je controleert even of er helemaal geen piepschuim zichtbaar is. Nu zie ik dat ik hier een klein randje heb. En wat je dan doet is gewoon een klein drukje lijm en je zorgt even dat het goed aan elkaar aansluit. Tempex is waterdicht, dus dat is ideaal. Dat betekent dat we de oase er zo in kunnen doen. We gaan het even op maat snijden. Je hebt natuurlijk wel dat het een klein beetje wiebelig is, maar het is echt super leuk zo. Dus ik wil die vorm ook niet weghalen. En ik snij de zijkanten even schuin, zodat je een mooie bol en dat je het dan makkelijk kan wegsteken. We gaan de bol heel romantisch opsteken, omdat ik dat mooi vind bij het geheel en ook de kleur. Lila is natuurlijk ook helemaal in deze tijd. Ik begin met een hele mooie distel. Het is een wat fijnere distel en wat lichter van kleur. En ik hou de rand echt aan, dus dat we ook echt een bolletje krijgen. En ik begin met de buitenzijde rondomheen te steken en ik hou dus die rand aan. Dat is het voordeel van dat je al zo'n mooie basis hebt, dat je die vorm makkelijk erin kan houden. Dan bepaal ik de hoogte in het midden en vanuit daar ga je weer naar de buitenzijde werken. Je steekt eigenlijk gewoon een biedermeiertje op en je snijdt alles natuurlijk goed schuin aan. Kijk hoe mooi het al lijkt. Die kleur is echt heel mooi erbij. Dan gaan we verder met limonium en let op dat je deze compact wegsteekt, zodat je wel die
die vorm behoudt. Dus het kan zijn dat je bepaalde takjes in delen gebruikt. En deze laat natuurlijk de kleur van de bol helemaal mooi terugkomen. Bolletje. Ik zie dat deze iets verder uitsteekt, dus die doe ik eventjes iets verder erin. Let goed op dat je die vorm goed behoudt. Maar je hebt al een mooie basis, dus kan haast niet misgaan. Dan gaan we verder met mooi gipskruid. We gebruiken allemaal sterke materialen. En ik vind deze combinatie ook heel erg mooi. Heel romantisch. En die steek ik er gewoon op dezelfde manier mooi compact tussen. Ik steek het er mooi diep in weg. Dus zorg dat je niet te breed werkt, maar mooi fijntjes. Mooie scabiosa bolletjes. En let hierbij goed op de verdeling en druk niet te hard op het bolletje, dan kan die beschadigen. En kijk wat die kleurencombinatie doet. Echt prachtig. Dan versterken we die grijze kleur nog eventjes weer door iets eucalyptus aan toe te voegen. En let hierbij goed op dat je niet te wijd uitsteekt. Dat is ook de reden dat ik die nu pas toevoeg. Want normaal gesproken wil je dan best wel wat wilder opsteken met eucalyptus. En op deze manier hou je dat eigenlijk tegen. Want je kunt goed in de gaten houden dat je die vorm houdt. En dat je hem niet te wild opsteekt, maar heel veel fijntjes. We gebruiken dus echt allemaal hele sterke materialen die heel goed kunnen indrogen. Kijk, die kleuren bij elkaar is toch echt prachtig. Allemaal heel sterk. Ik vind dit ook echt prachtig zo en droogt allemaal mooi in en dat wil ik graag zo houden. Ik ga hem dus verder opmerken met de materialen die ik ook heb gebruikt. En zorg dat er helemaal geen oase meer zichtbaar is en dat die mooi compact gestoken is. Ik voeg daarbij nog wel een iets grotere distel. En hiermee maak je hem wel helemaal af en laat je die blauwe kleur nog even iets sterker terugkomen. Let op dat je bloemen niet in de verdrukking komen. En dat je verdeling dus mooi blijft. Dit is toch echt een prachtige bol en wie wil dit nou niet op tafel? De kleuren komen van de onderkant heel subtiel weer terug in de bovenkant. Het is heel sterk en het is allemaal heel goed in te drogen. En juist door het compacte te steken maak je een heel leuk stuk. Ik ben verliefd. Ik vind hem zo echt prachtig en je kan hem natuurlijk op elke schaal of een mooie pot of een mooie kruik zetten. Hij kan alle kanten op. Maar wat dus ook gaaf is, is om een rotankrans te gebruiken. En die heb ik helemaal met mos bedekt en vastgezet met krammen. En daarop zet ik dus een rotankrans en daarin kan je hem ook heel mooi laten rusten. En dan heb je echt een compleet geheel met je bloemstuk. En heb je dan nog zoiets van, ik wil dat paars of de lila terug laten komen. En mocht je nog wat over hebben, dan kan je die er eventueel nog tussen doen. En kijk hoe gaaf jouw bloemstuk dan is. Je hebt dan dubbele kransen en daar ook een heel prachtig bloemstuk. Waar je dus echt super lang plezier van hebt. En hoe gaaf is dit dan? Dat maakt het toch helemaal af. Het is een taartje. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deelt op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een cadeaubon van 15 euro, dus vergeet vooral dat niet te delen. Heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google en doe je ook automatisch mee. Dus voor de mensen die dat niet hebben, kun je gewoon meedoen. En dan hoop ik dat jullie het wel leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!
Doei!